Ik ga de haaksteek vaste laten zien. Wanneer je vaste gaat haken in een basisketting van lossen, sla je één steek over. De lus die op de haaknaald zit, telt nooit mee. Dus de eerste lus die je overslaat, zit hieronder. En je steekt in de tweede losse vanaf de naald. Dus daar steek je met je haaknaald doorheen. Omslaan en doorhalen. Dan heb je dus twee lussen op de naald. Nog een keer omslaan en door twee lussen heen halen. Insteken in de volgende steek. Je kunt goed zien waar die eerste steek zit. En dat gaatje wat je hier aan de onderkant ziet, wat iets groter is, daar is die eerste vaste ingehaakt. Dus nu gaan we insteken in de volgende losse. Omslaan. Doorhalen. Twee lussen op de naald. Opnieuw omslaan. Door twee lussen. Insteken in de volgende losse. Omslaan. Doorhalen. Opnieuw omslaan. Door twee. Insteken in de volgende losse. Omslaan. Doorhalen. Opnieuw omslaan. Door twee. Dat is de eerste rij vaste. Nu wil ik in de volgende rij weer vaste erop maken. En om de juiste hoogte te krijgen, haak ik één keer lossen. Omkeren. En dan insteken. Je ziet aan de bovenkant heeft zo'n vaste een mooi V'tje. Zo noemen ze dat. Zo'n lusje. Steek je onder twee draadjes door. Dus door zo'n heel V'tje heen. Omslaan. Doorhalen. Twee lussen op de naald. Opnieuw omslaan door twee. Insteken, omslaan, doorhalen. Opnieuw omslaan door twee. Insteken, omslaan, doorhalen. Opnieuw omslaan door twee.